De Federatie voor Afrikaans Ranamang heeft gisteren ter herdenking van de succesvolle strijd voor afschaffing van de slavernij op 23 augustus 1791 in Haiti een Remembrance Day gehouden. De herdenkingsdag is gehouden bij het monument van Kwaku aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Voorafgaand aan de toespraken is er een Trowe-Watra-ceremonie gehouden om de overleden helden te gedenken. De strijd die de Haitiaanse generaal Dominique Toussaint heeft gevochten, resulteerde in het verslaan van het machtige leger van de bekende Napoleon en de onafhankelijkheid van Haiti. De Remembrance Day wordt in Suriname vanaf 2001 gehouden, zegt Iwan Weygaarde, voorzitter van de federatie. Maar ook toen in de tijd dat hij affectie voor Haiti, sinds de 91 committee 1804, en de jaren dat hij, hoe sabi dat hij ook toen in die wikondre boem fetie ben daar. Maar toen zijn levertuur, de kering in 1793, en hij schreef toen dat hij de kering boni ook toen in wikondre. Ik word een big fat man voor Uno en die. In zijn naam. De Tjering en Sonny Kiri Toussaint Louverture ook toe. Je ziet dat alle principes zijn feti voor free. Deel die bij Katibo Ono. Zorg dat je go heavy naar de tabu. Met je a verzet sobo voor kon free. Kon nogo morofara. Zo is je a tabu voor boni. In zijn naam ook toe ben de wanke baar voor Asani. Elvira Sandi, directeur directoraat cultuur, vindt de inspanning die de federatie elk jaar pleegt een enorme goede stap. De directeur zegt verder dat de federatie elk historisch moment van de slaven op een gepaste wijze herdenkt, waardoor zij niet verloren gaan. Dat de momenten die ze kan potten, hoe kan ik een ding, een moment voor bezinning, een moment voor komakandra, voor takisana ding, bigi roko die doe in haar historie. De bigi roko di smasa jer sunu du. De sma di de ben meki tron srafu. Di den pot ka doro. Fu sorgu takwi ala mala. Kon fri. En un tan fri. En ti debe memre astrei in Haiti. En sana influt sa astrei dati abi. Gi un ala mala. En gi sa astrei abi. Ben abitun, en ook in Haiti, wang, maar ook in het heel Caribisch gebied, Latijns-Amerika, heel Grondtapu eigenlijk. Tot zover Elvira Sandi, directeur van het directoraat cultuur gisteren, tijdens de Remembrance Day die door de Federatie voor Afrikaans Ranamang is gehouden bij het standbeeld van Kwaku.